Wij maken een historische wandeling in Brussel. Vanaf het Koninklijk Paleis tot aan de Grote Markt en terug. Het is een tocht door de tijd die ons terugvoert naar de Eerste Wereldoorlog. De oorlog is gruwelijk. Ongeveer 10 miljoen doden, waarvan 43.000 Belgische soldaten. Wie het overleefde is vaak verminkt of getraumatiseerd. Veel lichamen van overledenen zijn zodanig toegetakeld dat ze niet meer herkenbaar zijn. Een van de niet geïdentificeerde lichamen werd hier begraven als onbekende soldaat. Wij vertrekken aan de congreszaal. Die herdenkt het Nationaal Congres van 1830. Gabrielle Petit is een verzetsheld uit de Eerste Wereldoorlog. Haar standbeeld staat op het Sint-Jansplein in Brussel. Het federaal parlement is de nationale volksvertegenwoordiging van België. Voorts zien wij verschillende ruiterstandbeelden en, last but not least, het Koninklijk Paleis. Het standbeeld wordt opgericht in 1961.